Welkom bij alweer een Olympische Sporta Daily. Een Sporta Daily Excel, waarin we vooruitblikken op de Olympische Spelen die nu echt wel voor de deur staan. We hebben de afgelopen afleveringen al heel wat grote sporten getackled: uh, turnen, zwemmen, ik moet zien dat ik ze allemaal opzom. Uh, wielrennen, baanwielrennen, uh, basketbal hebben we gehad. Maar uh, vandaag in deze aflevering de oudste Olympische sport, zijn de atletiek. En daarvoor heb ik uh, Eline Berings mee aan tafel uitgenodigd co-commentator voor atletiek uh, bij Sporta. Je bent sportpsychologe uh, uh, en, dan denk ik dat die, en natuurlijk ook ex-atleet, mm -hmm. ex-Olympiër. Dag Jeline, welkom. Hallo. En we gaan het ook hebben over uh, een sport die ons goud heeft opgeleverd op de vorige Spelen. Uh, hockey. Hockey natuurlijk. Ja. En daarvoor zit jij hierbij, uh, Floris Geerts. Welkom. Ja, dankjewel. Volgen jullie mekaars sporten ook? Hebben jullie een hart voor atletiek en een hart uh, voor hockey? Ik heb uh, zelf in een heel ver verleden, uh, als ik kind was, ook wel eens atletiek gedaan. En ik uh, ke keek zeker in die periode heel veel atletiek. Maar nu, um, als je sportjournalist wordt, word je een soort vakidiot. Waardoor je andere sporten minder goed volgt dan voorheen. Dat, is, uh, dat was een grote ontnuchtering toen ik begon te werken: dat ik minder andere sporten kon kijken. Dat is waar. Ja. Ik, moet zeggen, ik, ik ga niet zeggen dat ik het volg als een heel het seizoen. Uh, door, hè, dat ik ja. niet alle hockey uitleggen of, of matchen bekijk. Maar het is zeker wel een sport dat ik normaal gezien zou zeggen: kijk er naar uit om het te zien. Maar ja, nu ga ik zelf, want ik weet eigenlijk niet wanneer het hockey is De volledige Olympische Spelen. Uh, ja, kijk, dus dan kan ik toch een beetje. Kijken. De eerste week de eerste zal week, Ja, en daarna ga ik natuurlijk zelf weinig kunnen zien. En dan merk ik ook ja. dat, omdat ik mij natuurlijk aan het voorbereiden ben: één, het is mijn eigen sport, altijd geweest. Maar ja, ik ben in volle voorbereiding toch wel voor de co-commentaar te doen. En dan, dan voelde ook dat je helemaal, dat je bijna moet denken: ah ja. Uh, er dat nog iets anders. Terwijl ja. ik het wel probeer te doen, want ik ben echt wel Olympische speler. Olympische Sporten, dat is wel echt mijn ding. Dus, uh, je hebt er zelf proberen. gestaan, ook natuurlijk, hè. in ja, Londen 2012. Ja. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Uh, wel, ik merkte eigenlijk nu met zo de, ja, dat Parijs er echt wel aankomt, dat ik toch een beetje melancholisch was. Uh, de Spelen voor mij waren, waren oké, okay, maar waren niet wat ik ervan verwacht had. Ook, ik, had ik heb een heel lange carrière gehad, dus ik had eigenlijk perfect drie Olympische Spelen kunnen doen. Het is maar eentje geworden. Um, dus toch wel wat melancholisch, maar tegelijk ook wel voelen van, oh, het, is toch, allee, het, is, het overstijgt wel alles naar beleving toe, vind ik vooral als sporter. Um, Oké, okay, prestaties, uh, resultaten, maar het is wel een heel uniek gegeven. Ook alles in die voorbereiding nu al, tot daar in Parijs, tot ook daarna. Het wordt zo geleefd, wordt zo gedragen, heel dat teamgebeuren. Het is wel echt iets bijzonders. Dus toch wel met, uh, met een heel fijn gevoel, ondanks het feit dat het voor mij het resultaat geweest niet op was. En ja, ben ik toch altijd heel blij dat ik dat heb kunnen doen in mijn carrière. Want atletiek blijft ook wel de oer-Olympische sport, hè? Ja, toch wel. En een heel mondiale sport, ja, toch wel de Olympische sport. Dus ja, het is toch wel heel fijn om daar een beetje deel van uitgemaakt te hebben. En ik ben ook heel blij dat ik nu ook na mijn carrière ja, kan meehelpen. En ik hoop dat ik dat ook nu goed zal doen om de sport ook echt ja, te promoten en juist naar het publiek te brengen. Absoluut. Op de vorige Olympische Spelen was uh, Atletiek goed voor twee uh, medailles. Uh, waarvan één gouden. Natuurlijk Nafi die goud pakte in uh, Tokio op de zevenkamp. We gaan eens luisteren. Tiam, Tiam is Olympisch kampioenen. Ja, voor de tweede keer. Ze houdt vetter achter zich die schitterend. Tweede wordt in de meerkamp. Ze blijft staan. Jan is opnieuw Olympisch kampioen, verlengt haar titel. Ze is een van de grootste Belgische atleten aller tijden. Dat was al. Maar uh, we hebben nog niet vaak uh, goud gewonnen in de atletiek. Dat is waar, en ze gaat het nu voor de derde keer op rij proberen dat derde Olympische goud. Ze, ze heeft wel eigenlijk niks meer te bewijzen. Hè? Dus ik denk dan dat ze kan alleen maar goud kan verliezen. Oh, ja, ergens wel, omdat we het toch allemaal een beetje verwachten, denk ik. Maar nu, ik denk eerlijk gezegd, zij zelf ook. Ik denk dat als zij geen goud wint, dat ze enorm teleurgesteld zal zijn. Dus ja, het is terecht, de verwachting terecht. Maar tegelijk, ja, daar is een wel, zou wel een van de allergrootste atleten op deze Spelen van Parijs kunnen worden. Want ja, drie keer goud winnen in atletiek. Uh, het zijn er niet veel vooraf gegaan, zeker in haar eigen discipline zou dat de eerste zijn die dat kan. Ja, dat zegt wel wat. Hè. Um, dus je gaat er echt wel de geschiedenisboeken uh, mee in. Ik denk dat we dat soms nog misschien wat te weinig beseffen. Ik denk dat dat me mede is omdat Nafi niet altijd de meeste, zullen we het zeggen, ze heeft niet superveel interviews, ze heeft niet heel veel background. Een beetje introvert, precies. Een introvert, waardoor dat ik denk dat mensen zo die beleving dan meegaan in, in dat verhaal van haar, dat dat wat moeilijker is. Waardoor dat ik het gevoel heb dat we niet altijd beseffen dat dat eigenlijk echt een wereldster is. Um, maar dat ze het misschien zelf ook te weinig, te weinig uitdraagt. Maar goed, dat is persoonlijkheid, dat is karakter. Uh, ze, ze moet vooral zichzelf zijn. Hè? Maar soms denk ik dat we dat um, te weinig bekijken. Ja, ik heb een keer gekeken in Atletiek: zijn er nog drie die misschien voor een derde keer goud kunnen winnen? Maar dat is echt iets uniek. Dus, um, Mocht Nafi een Amerikaanse zijn, zouden ze dan bigger than life zijn? Ja, ik, ja, ik weet het niet, ik zou het niet durven zeggen of dat echt de nationaliteit is. Ik denk soms ja, de karakters, de persoonlijkheden, je hebt van die figuren waar iedereen over spreekt. Soms omdat ze flamboyanter zijn, soms omdat ze rare uitspattingen hebben. Um, Nafi is daarin ja, timide is, daarin minder, eh, doet, doet minder andere dingen dan puur het presteren op zich, wat fantastisch is. Maar je ziet zeker in deze tijd, ja, mensen zoeken naar verhalen, naar, um, naar zaken die dat oversteken. Bijvoorbeeld de sprinters hebben dat veel meer nu, no no Lyles, waar we het misschien nog over zullen hebben. Ja, die, die doet niet anders dan verkopen naar mijn mening te veel wel. Maar daar zetten u zelf wel mee in de picture. En dan, dan gaat die bal natuurlijk veel meer aan het rollen dan iemand die puur performance fantastisch is. Maar uh, ja, waar we soms weinig van weten, uh, hoe, hoe de weg er naartoe geweest is. Maar ze doet iets meer wel, vind ik, de laatste tijd. De weg er naartoe. Ze heeft wel wat issues gehad, zeg maar, het afgelopen jaar. Ik denk dat de hele natie een zucht van opluchting slaakte op het EK, waar ze dan ja. toch die, die bevestiging heeft gegeven. Hè? Want iedereen was een beetje in het on ongewissen over haar vorm. Hè? Ja, en ik moet eerlijk zijn, ik zag het bij haar zelf ook. Ik denk dat wij allemaal dachten, oef, oké, okay. <laughs> kan het goed. Het kan uh, nog. Maar ik zag haar zelf ook in die zevenkamp, na elke discipline, zag, vond ik, in haar lichaamstaal, zag de echte atleten die zo terug... Oké, okay, oké, okay, het is goed, want uiteindelijk ja, je hebt wel signalen in training. Een atleet weet meestal wel een beetje wat de, verwacht, wat de verwachting kan zijn of mag zijn. Maar ja, ze had niks van competitie gedaan. Ze had heel erg met die Achillespezen. Ik vermoed dat dat nog altijd wel iets is waar ze ja, mee moeten opletten. Want dat gaat ook niet zomaar weg, een keer dat je dat hebt, zo'n blessure. Dus ik denk dat er zeker redenen waren dat ze toch wel wat angstig of onzeker was. Maar je zag echt wel die, die opluchting. En dat doet mij denken dat we een echt wel bijzonder goede nafie gaan zien in Parijs. Omdat ze die vrijheid terug gaan hebben van oké, okay, en nu alle registers open en, uh, en voluit voor, de, voor die Spelen gaan. We zeggen nu in één zin... Naffi en Noor. Mm -hmm. ja, want ze doet ook volop mee. Ik ga nu niet zeggen meteen voor goud. Maar we kunnen haar wel tot de concurrenten rekenen. Ja, nu een Naffi die op haar best is, dan is Noor geen concurrent, Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar Noor is zeker een medaillekandidaat. Alleen ze zijn met vier, vijf kandidaten. Dus ja, dan moet je een beetje kijken van oké, okay, uh, wie is op die twee dagen echt in topvorm. En wie, wie gaat misschien hier en daar een steek laten vallen. En dan is naar mijn mening. Uh, Noor in het voordeel, omdat ze eigenlijk de laatste kampioenschappen ja, altijd die medailles wint. Of, ja, okay, in Tokio was ze dan vierde, maar sindsdien heeft ze, heeft ze heel veel medailles, vooral indoor. Maar je zag ook bij haar die klik wel in Rome: van oké, okay, ik kan het toch ook op die zevenkamp. Dus ook bij haar denk ik dat ze ook zowel fysiek als in het hoofd aan het groeien is naar een atleten: van ik kan echt wel meedoen voor die medailles op de Spelen. Maar zij, zij gaat echt voor haarzelf een zeer, zeer goede meerkamp moeten neerzetten om in die medailles uh, te komen. Ja, uh... ja dat kan zeker. De Amerikaanse Anna Hall, is dat de grote uitdaagster van uh, Nafitian? Ja, Anna Hall en uh, Anouk Vetter, zou ik zeggen, zijn de twee grootste kandidaten voor de andere twee medailles. Ja, laten we eerlijk zijn, hè? de Gouden, gaan we toch voorlopig bij Naffi zetten. <laughs> um, en, en dan, ja, die twee, en dan heb je nog Katerina Johnson-Thompson, maar die viel dan uit in Rome, dus die verwacht ik iets minder. Maar goed, dat, dat is moeilijk om in te schatten. Um, dus zeker Vetter en Anna Hall, en Hall ook terugkomt uit blessure, dus absoluut niet iedereen zit daar in de beste papieren. Terwijl Noor is, heeft eigenlijk een heel goede winter gehad, heel goede voorbereiding gehad. Dus ik verwacht dat zij zeker zal meedoen voor de medailles. Ja. Een opvallende naam in dat deelnemersveld van uh, Zevenkamp is toch wel Adriana Soelek? Ja. Uh, in februari nog maar pas mama geworden en ze is erbij. Ja, en dat is voor mij. Ik heb daar een referentie in, hè, want ik ben vijf dagen na haar ook mama geworden. Dus ik kan me wel wat voorstellen hoe dat schoon lijf voelt. Oké, okay, ik ben niet meer aan het trainen, ik ben geen top-sporter meer, niet voor, niet na. Maar ja, als ik denk waar ik nu sta, ook, ook zo'n zo klein baby in huis, uh, het leven als mama. Ja, en dan eigenlijk op zo'n korte tijd, ze heeft dus al een meerkamp gedaan, ook die best oké okay was, onmiddellijk boven de 6000 punten, wat toch niet niks is. En gaat nu in Parijs ook zijn. Um, ook zij zal wel eens tegen de lijn zijn. Ik verwacht haar nu niet direct als medaillekandidaten, maar ja, ik ben toch echt wel benieuwd wat ze daar gaan doen. Er is een soort trend aan het worden, want ik, ik weet, vorig jaar bij het WK voetbal bij, bij de vrouwen, waren er ook heel veel uh, speelsters die hun kinderen mee hadden. en ook waren erbij die de, ja, acht, maanden, acht maanden daarvoor pas bevallen uh, waren. Is dat een soort nieuwe trend aan het worden, is dat Hoe makkelijk is dat om als atleet uh, te bevallen en dan meteen terug die, die vorm aan te pikken? Want ik spreek dan. Dat zal van de bevalling mijn, afhangen. Mijn, mijn, mijn toen ik dat mijn vrouw vertelde, en die zei: Wat? Ja. <laughs> ik ik, ben, ik, ben, uh, ik ben, ben al een paar maanden verder en ik ben nog niet in staat om, uh, om iets te. te doen. Om te gewoon wat te joggen. ja. ja, ja. ja. Dat is, ik denk dat het absoluut niet evident is, maar je ziet het inderdaad meer en meer. Um, dus mijn carrière was uitzonderlijk. Je zag, zeker in atletiek bijvoorbeeld, maar zelfs in andere sporten. Je zag dat bijna nooit, hier en daar een keer iemand, maar vaak ook wel die dan in de carrière waren of dat heel lang duurde tegen dat ze terug op niveau waren. Nu zie je atleten, en niet met één kindje, twee, drie soms. We hebben in de Horde bijvoorbeeld Nia Ali, een wereldkampioen, denk ik, een paar jaar geleden, die drie kinderen heeft, She uh, Shelly en Fraser Price, heeft er denk ik ook al twee of drie ondertussen. Dus het is zelfs niet één keer meer, het is gewoon tijdens de carrière. Een zwangerschap doen, uh, terugkomen, et cetera. En je ziet ook wel een verschuiving. Onder andere Alison Felix is daar echt wel een, een boegbeeld in geweest. Van dat we daar in de sportwereld eindelijk ook ja, ruimte voor moeten maken. Hè? Ook in contracten, et cetera. Omdat dat, dat was vroeger voor vrouwen ook moeilijk. Ja, oké, okay, zwanger zijn. Maar je zit sowieso een half jaar, een jaar uh, niet op niveau. Dat is gewoon de realiteit. Um, ja, dan, dan kwamen die vaak in de problemen. Waardoor vrouwen vaak dachten we gaan dat na de carrière doen. En nu is het aan het veranderen. Waardoor het eigenlijk tijdens de carrière lukt, maar het blijft wel absoluut geen evidence, evidentie natuurlijk. En dankzij die Alison Felix, je hebt ze net vernoemd, is er nu ook een baby nursery in het atletendorp ja. denk ik, in Parijs, ja. dus uh, Sulek kan daar zeker terecht. Ja, absoluut en dan denk ik, ja, en de volgende stap is voor de entourage en voor de, hè, voor de persmensen en alles daar rond. <laughs> dat hè, zou voor jou ook handig zijn. Bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar je ziet daar een enorme evolutie en ik denk dat de algemene evolutie is in topsport, in alle sporten denk ik. Dat, dat de, de mens in de topsport dat veel meer ruimte kreeg, waar het vroeger vooral ging over puur alles performance wise en prestatiewise. En net zou, de, zou iedereen gezegd hebben: baby's, kinderen, eh, partners, echtgenoten, eh, zo ver mogelijk verwijderd houden van alles wat competitie is. En nu zie je in heel veel sporten, wielrennen ook: hè, je ziet daar al die kindjes rondlopen. Dat zou tien jaar geleden zou iedereen gezegd hebben onprofessioneel, dat is niet oké. Okay. En nu lopen al die kinderen mm -hmm. daar rond, wat fantastisch is. Want maar goed, dan wordt ja, het ja. veel fijner als je een gezin hebt om topsport te kunnen combineren natuurlijk. Mm -hmm. Nog even terug naar uh, de zevenkamp aan zich. Uh, Navidian, waar kan ze nog ja, progressie maken? Want we zagen bijvoorbeeld op dat EK uh, in, in Rome. Die 100 horden. Ja, had ze meteen al een achterstand en dachten we, oei, ze, is er, ze staat er toch niet. Ze heeft dat dan nog wel gecompenseerd in die andere disciplines. Is dat vooral het nummer waar wat, wat te grijpen valt nog? Um, de horde 200 meter, zeker ook. Want ze heeft op zich ze heeft een enorme lengte, ze is heel groot. Dus als ze daar technisch patroon was ook kunnen veranderen, wat moeilijk is als je al 29 jaar zit, um, zou ze daar zeker nog veel winst kunnen hebben. Maar natuurlijk, in zevenkamp is het ook altijd de puzzel maken. Ja, als je bijvoorbeeld beter wordt in de werpnummers, ja, dan, dan krijg je vaak wat meer massa ook, want je wordt sterker en je moet wat volume hebben. Maar dat kan een paar centimeter in het hoog springen, ja. uh, schelen of in het verspringen. springen. Dus het is echt wel die, die zoektocht naar die balans daarin. Ik denk dat ze nu vooral op de kampnummers aan het inzetten is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we in Parijs een betere horde gaan zien van haar, maar ze gaat zeker daar niet... Echt uitpakken. Dat zal nooit haar nummer zijn. Ze is ook eigenlijk te groot voor die horde. Dat is voor haar ongelooflijk moeilijk. Horde is een nummer waar je op frequentie loopt. Zelfs atleten zoals ik, ik, was maar een ik ben maar een meter 65. Naffie is zoveel groter, dus voor haar is dat zeer onnatuurlijk om eigenlijk dezelfde passenritme te lopen. In, in voor haar een heel korte, korte spacing. Dus het is niet evident voor haar, maar ik denk wel dat ze op de horde en de 200, dat ze daar een beetje winst kan maken, dat ze, dat ze ver boven de 7000 punten kan uitkomen. Wel. En dan zit ze. In de regio van Europees Record en misschien zelfs uh, richting Wereldrecord. Maar dat is toch nog een ander paar mouwen. Goud voor Naffi, vierde plek voor Noor of zilver en brons voor België? Als ik dan moet kiezen, <laughs> dat vind ik wel zielig voor Noor. <laughs> ja, ik denk, ja ik, 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 denk, maar ik denk dat we goud en brons kunnen winnen. Uh, maar ik kies dan toch voor het goud voor Naffi om de Olympische kampioen te worden. Het is haar gegund, ze kan het. En, uh, ja, dan, uh, maar ik hoop toch dat Noor dan ook nog dat klein sprongstuk kan ja. maken. En, ja, en die eh, derde Olympische, dan Olympische titel, dan schrijft ze zich nog meer in die ja. geschiedenisboeken. En dan is het drie keer Europees goud, drie keer WK-goud. Ook indoor, ja. denk ik, al drie. Ze is je drie bezig met wereldrecord? Zit dat ergens in haar hoofd? Ik denk dat dat in haar hoofd zit. Omdat als je alle records bekijkt die ze ooit ook buiten de Zevenkamp al gedaan heeft, dan komt ze in de buurt van een puntentotaal van het wereltekort. Mm. Uh, natuurlijk, dat allemaal doen op die twee dagen, dat is net wat zo moeilijk is aan die Zevenkamp. Maar dus, ze heeft het potentieel om daar dichtbij te komen. Dus dan kan ik me niet inbeelden dat ze daar, naffie zijnde met zo'n palmarès ook al, dat ze daar niet mee bezig is. Uh, ik denk niet dat, een, dat het moet om te, om te zeggen dat ze heeft een goede carrière nee. gedaan. Maar ja, het zal toch iets zijn dat ze ergens in haar achterhoofd toch wel uh, ja. nog op denk ik. En is dat iets dat je juist op een kampioenschap juist kan doen? Of is dat eerder iets van, nee, het is voor ergens, ergens anders in het jaar en ik piek specifiek op dat wereldrecord? In, in het geval van andere meerkampers, tienkampers, ja. zou ik zeggen, ja, wat we vaak zien, het en Guts is, dat ja. is echt dan een, een meerkampmeting waar alles is afgesteld, waar ze zeer weinig energie verliezen tussendoor met verplaatsing, want de kampioenschap is naar totaal en naar hier en naar ja. daar. Daar is alles in, in functie van die zevenkamp, dus ik zou zeggen... Eerder daar, maar een is daar voor mij een uitzondering, want het is echt een kampioenschapsbeest. Het is elk seizoen hetzelfde. Vooraf denkt iedereen: Goh, goed, maar niet super. Komt dat kampioenschap en dan zien we daar een <laughs> ander, als het ware, een ander beest of een ander monster naar boven komen. Echt een competitie beest die op een kampioenschap kan performen, dus ik denk in het geval van Nafi, denk je dat we het eerder op een kampioenschap gaan zien, en wie weet in Parijs. Laat ze goud pakken in Parijs en dan heeft ze nog dat doel om voor te gaan voor allee. dat wereldrecord. Voilà. <laughs> ja, Alleen wie weet, maar uh, dat is toch ja. nog vier jaar verder. Ja. Ja. Um, in Tokio, uh, de vorige speler was er uh, die tweede atletiek uh, medaille ook nog brons voor Bashir Abdi, misschien wel de schoonste ook wel. Kijk en die Nagy die doet maar teken. Kom, we gaan nu, we gaan nu. Bashir sprinten, sprinten. Nagy en Bashir, we hebben een medaille. Kijk, wat oh, dat is een fantastisch beeld. België, Nederland. Kom aan, Bashir nog even en je hebt brons. Nagy pakt zilver en Bashir Abdi pakt brons op de Olympische marathon. Oh, fantastisch beeld, fantastisch beeld. De zevende medaille voor België op deze spelen. Ja, ik wordt er emotioneel van. Meesten dat het haalbaar was vandaag. Het was de uh, derde plaats en daar ben ik enorm blij mee. En, uh, voor de goud komen we terug uh, voor een andere keer. Ik kom terug voor goud, zegt hij. Heel moeilijk natuurlijk om over hem een inschatting te maken. Hè? Hij heeft het EK laten schieten. Wat denk jij? Ja, moeilijk om in te schatten. Maar ook, ja, we moeten realistisch zijn. Hij wordt terecht wel bij de medaillekandidaten gezet. Maar het is wel een heel ander verhaal. Zijn voorbereiding is, is moeilijker geweest met een blessure. Maar op zich dat hoeft geen probleem te zijn, omdat hij daardoor net minder competities gelopen heeft op voorhand. Zijn programma was misschien anders ook wel wat druk geweest. Hè? Dat is altijd een beetje. Ja, kiezen we die marathonlopers, ja, die stadsmarathons zijn natuurlijk carrière, maar ook financieel eh, zeer interessant om te lopen. Maar dat kan dan een beetje te kosten zijn van die Spelen. Hij heeft daar wat moeten schrappen, heeft zich goed voorbereid. Dus op zich denk ik dat we echt wel een goede Bashir gaan zien. Alleen gaat meer concurrentie hebben, want het, het, veld, het deelnemersveld is echt wel van heel hoog niveau. En in Parijs uh, is het een, een parcours met heel veel uh, op en af. Uh, zeker rond de 30 kilometer, waar dat eigenlijk ook zwaar begint te worden, de marathon, ja, zit er een enorm lange helling. En ook afdaling, en, en hoe gek het ook klinkt, maar in verzuring naar beneden lopen is het nog harder dan in verzuring naar boven lopen. Dus daar gaan zeker ja, slachtoffers vallen. En dat gaat daar zijn van die mentale hardheid en die fysieke hardheid te hebben, die hij ongetwijfeld heeft. Maar hij geeft toch ook wel aan van, ja, hij is eigenlijk iemand die liever de strakke tempos loopt, de strakke marathons, van begin tot einde, heel, heel, he, altijd dezelfde tempo aanhouden. Ja, daar gaat hij echt moeten tempo-wisseling invoeren. Dus we gaan zien hoe hij dat verteert. Zeker een van de kandidaten, maar ik vind ook, we moeten niet... Absoluut niet zeggen van hij moet een medaille of het zal niet goed zijn. Ik denk als hij hem daar top 5, top 6 haalt of top 8 zelfs, dan gaat hij een goede marathon gelopen hebben. Maar uiteraard hoop ik wel uh, dat hij opnieuw kan stunten daar. Olympisch diploma en hopen dat uh, hem terug uh, meer sleeptouw ja. neemt. Dat zou mooi zijn. Uh, een van die nieuwere namen, want ja, eerste Olympische Spelen voor hem, um, het is geen nieuwe naam, intussen niet meer, maar Alexander Doom. Tussen 27 jaar uh, wereldindoorkampioen, Europees kampioen op de 400 meter. Het doet ons dromen, maar is het een realistische uh, verwachting om hem daar op die 400 meter op dat podium te zien? Oh, ik denk, gezien zijn seizoen, denk ik, dat we hem mogen zetten bij de kanshebbers. Maar weten dat we, zelfs in veel disciplines in, in atletiek, en ik denk dat daar in Parijs echt wel een uitstekend uh, kampioenschap gaat worden. Ook, ja, hebben we bijna altijd minstens acht kandidaten voor drie medailles en dan weten dat 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 gaat om wie dat op die dag en ook in de halve finale trouwens dus in de finale geraken zal al niet evident zijn. daar zal die toch wel in de buurt moeten komen van het niveau dat hij dit seizoen al haalt. dus dat kan die wel, maar dan moet hij dus opnieuw herhalen om in de finale dan ook nog uh, voor de medailles te doen. ja dan moet hij daar opnieuw lage 44 lopen. maar als hij daar in de finale loopt of eronder, maar dat doen we dan. Je moet rekenen vorig jaar. Hè, hij zakt natuurlijk altijd, maar hè, onder die 45 dan heel. Hè, Rome plots komt hij in de buurt van de Europese record en naar die 44 grens. Dan denken we het volgende, het volgende, het volgende. Wees maar zeker. Atleten doen dat ook, Oké, okay, en nu dit. Maar goed, het gaat ergens natuurlijk wel een keer eventjes um, wat stagneren En als hij dan nog zou doen onder die 44, ja, dan zet hem dan maar van boven in de beste België ooit. Er staat er nu al bijna, maar uh, dat zou fenomenaal zijn. Maar ik denk dat we het niet mogen verwachten. Als hij dat doet, is het een stunt van je welste. Maar ik denk, als hij in de buurt kan zijn van wat hij dit seizoen al gelopen heeft, dan gaat hij meedoen. Dan gaat hij meedoen voor, uh, voor medailles. Maar er zijn wel wat kapers op de kust, natuurlijk. Zoals. Wel, Amerikaan, Quincy uh, ik moet hier even op mijn bladje kijken. Quincy Hall. Voilà, Quincy Hall, uh, Hudson Smit, Europese recordhouder, zijn er nog wel een aantal. Ze zijn eigenlijk met vier, vijf, zes atleten die onder de 44,50 kunnen lopen. En ja, daar zit een beetje in de mix. Um, ze lopen dan uiteraard niet elke dag allemaal. De enige, het enige echte wapen, vind ik, van Alexander Doom of zijn sterkte, is dat hij... ik heb die eigenlijk nog nooit een slechte 400 zien lopen qua indeling. Je hebt soms, Hudson Smit bijvoorbeeld, is een atleet. Hij kan ongelooflijk snel lopen, maar die kan ook helemaal verkeerd indelen en zich verhalperen of, of, of stilvallen. Bij Alexander heb ik dat eigenlijk nog nooit, ook, ook vroeger als hij nog mindere tijden liep, maar ik heb die nog nooit eigenlijk zien Dat je denkt, wat doet hij nu? Of die, dus dat is een atleet die zichzelf zeer goed kent en die durft hard doorkomen, maar die ook daar weet wat zijn grenzen zijn. Dus ik denk dat dat echt wel een heel sterk wapen is voor in de finale voor hem. Ja, want die laatste 100 meter van Doom is telkens weer fenomenaal, hè? Ja, dat is uh, bijzonder sterk. Maar dat komt eigenlijk vooral, allee, sowieso omdat hij daar sterker geworden is, maar ook omdat hij veel sneller geworden is. Waardoor hij eigenlijk de tijd dat hij doorkomt op de eerste 200, is voor hem relatief gezien gemakkelijker geworden. Hè. Loopt okay. hij, omdat hij eigenlijk in verhouding met zijn beste tijd op 200, is het voor hem gemakkelijker te worden om heel snel door te komen. Waardoor hij in de laatste 100 meter eigenlijk nog wel wat reserven heeft of lijkt te hebben. Um, als je het zou voelen, hoe ja. Het ja. voelt die beter, dan is het geen reserve, maar ik kan, kan het onwaarschijnlijk goed, ja. We komen dan automatisch uit bij de Belgian Tornadoes. Uh, al, ja, het is nog nooit gelukt op de Spelen hè, voor de Tornadoes, drie keer vierde geworden. Uh, we zitten nu met een Doom. Kan die ervoor zorgen dat die medaille toch haalbaar wordt? Maar, die kan er zeker voor zorgen. Uh, niet alleen maar Alexander Doom, maar ook Jonathan Saccor ja. heeft toch ook onder de 45 lopen. Dus we zitten daar wel terug in een, in een zone waar we echt wel een ploeg hebben die sterk is en die mee zal doen voor de medailles. Maar als we kijken naar de tijd die ze nu bijvoorbeeld in Rome gelopen hebben, dan verwacht ik dat ze er toch nog om en bij een seconde af moeten krijgen om echt voor die medailles te lopen. Anders gaan ze weer zo tussen drie en vier, vijf zitten. Van, en dan riskeer je toch weer op plaats vier of vijf te belanden. Maar ik denk, ja, ze gaan zeker meedoen. Ze gaan zeker meedoen. En wie weet, zelfs voor goud. Maar dat zal moeilijk zijn, omdat de Amerikanen toch eigenlijk altijd wel nog, ja, die hebben toch nog sterkere atleten in de breedte. Ze gaan absoluut meedoen, maar um, het enige waar ik een beetje schrik voor heb, is dat het is een al een heel lang seizoen geweest Niet om pessimistisch te doen, maar wel wel realistisch. Ja, ze hebben WK Indoor gelopen, Bahamas gelopen, daar Rome gedaan en daar allemaal mixed relays, tornado's individueel gelopen. Ik heb een beetje schrik, ook nu, heel veel atleten zijn individueel ook geplaatst van hoe gaan ze dat allemaal combineren? Gaan er keuzes gemaakt worden? Want ja, als ze op, allemaal op alles gaan inzetten, dan dreigen we wel een keer uh, met altijd net niet. Want als ik me niet vergis, inderdaad, de individuele competities, zowel Saccor als Dylan Borlé, zijn volgens mij ook nog eens individueel ja. geplaatst. Ja. Dus ja, en, en ook Saccour zag ik terecht. Hij heeft ook ambitie, zegt ik wil die finale lopen. Alexander uiteraard wil die finale lopen. Dylan zal er wel van dromen, maar verwacht ik zeker een ronde door te komen. Dus ja, dat moet allemaal gecombineerd. Ze gaan de mixed relays lopen. Als ze daar medaille willen proberen halen, moeten ze daar hun beste mannen opzetten. Dan moet je lopen met Alexander en met Jonathan. Dus uh, ik zeg niet dat het niet kan, hè, maar uh, dat is toch wel iets om te kijken. Hoe gaan ze, daar allemaal ver, uh, hoe gaan ze het inverteren en toch waar gaan er misschien toch ergens keuzes gemaakt worden? Daar zijn ze zelf nog, hè, ze houden ze allemaal een beetje op de vlakten op dit moment. Um, ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat ze het allemaal gaan doen. Hoeveel 400 meters kun je lopen tijdens zo'n kampioenschap op niveau? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ze hebben het ja, zowel Alexander als, als Jonathan hebben in Rome eigenlijk al. En, en ook Jonathan bijvoorbeeld heeft daar elke koers die hij gelopen heeft, heeft daar, uh, wacht eens, drie, heeft daar zeker vijf, zes, zes keer gelopen, denk ik. En eigenlijk zes keer onder de 45 met zijn splittijden gericht. Dus hij heeft dat fantastisch gedaan. Maar ik zeg het ja, dat is nu het zoveelste kampioenschap. Het kan, hè, met een goede herstel, ze zijn goed voorbereid. Um, maar de vraag is dan altijd, als je dat niet had gedaan. Hebt, kon die dan in de finale misschien nog twee, drie, tiende sneller lopen? Ja. Of als je het individueel niet konden, dan... Uh, dus wat die grote landen wel doen, hè? die laten toppers rusten tot in de finale bij van ja. spreken? Dus dat, is, dat kunnen wij natuurlijk niet. We hebben, we hebben die reserves niet. We hebben er een aantal toppers ook wel uit. Dus niet alleen die atleten, maar we hebben ze nodig om in de medailles te kunnen lopen. Um, dus het is dus, dus geen evidente oefening, maar goed, ze gaan daar wel goed over nagedacht hebben, daar ben ik van overtuigd. En ik ben toch benieuwd waar dat, waar dat dan toch de nadruk op zal liggen. De cheetahs die moeten ook terug naar het tekenbord, denk ik dan. Um, Cynthia Bolingo, ge geblesseerd nu. We nemen dit op wanneer dat we eigenlijk nog geen zekerheid hebben over de ernst van die blessure van uh, Cynthia Bolingo. Misschien dat die er intussen wel is. Maar welke impact heeft dat als zij er niet bij is? Goh, het is moeilijk te zeggen, omdat ja, deze zomer was natuurlijk al duidelijk dat, dat we niet de beste Bolingo zouden zien. Hè, omdat ze eigenlijk heel weinig gelopen heeft, heeft heel de, heel de voorbereiding met blessures gekampt. Haar wedstrijden nu recent waren ook absoluut niet op niveau die we willen zien of moeten zien van haar. Ja, vorig jaar liep ze toch ook in de, in de 49 jaar, daar was ze nu ver van verwijderd. Um, dus ik denk dat ze wel al wisten van, oké, okay, we moeten toch kijken naar een ander scenario. Of naar, naar ja, de, de anderen in een ster te zetten. Dat is ook gebeurd. Naomi van den Broek, bijvoorbeeld, ja. heeft ongelooflijk progressie gemaakt. Elena Ponet heeft ook in Rome fantastische splits gelopen. Dus die twee hebben enorme sprongen gemaakt. En ook de andere, Imke Vervaat. Eigenlijk iedereen, je ziet wel dat ze allemaal aan het verbeteren zijn. Dus ik denk op zich dat het geen ramp hoeft te zijn. Maar natuurlijk, ja, als je daar dan ook een Bolingo bij had die in lage 50 kan lopen. Ja, dan heb je echt een ploeg die ook mag. Uh, ambiëren om voor de medailles te lopen. Nu zeg ik niet dat het helemaal niet zo is, maar nu, moet, nu wordt het moeilijker. Dat is gewoon de realiteit. Um, Bonds op EK, is dan misschien wel een finale op de Spelen? Ja, ik verwacht ze zeker in de finale, omdat ze dat toch nu ook al een aantal keren gedaan hebben. En, uh, en ik denk dat ze wel in de mix gaan zitten. Ze gaan niet 20 meter achter de medailles lopen, maar ja, als we dan kijken, hetzelfde een beetje voor de tijden die ze nodig hebben voor medailles, moeten ze toch nog minstens een seconde rapper lopen. Of dat die marge erop zit. Ik zeg niet dat het er niet op zit, maar dan moeten ze allemaal echt op, ja, op het aller, allerbeste van hun kunnen zitten. Maar ze zitten wel in een goede flow, ze voelen zich goed, dus wie weet gaan we toch uh, daar wel iets moois zien. Ja. Uh, ik haalde het op het begin al aan, uh, een heel grote Belgische delegatie op de atletiekpiste, meer dan veertig atleten, we kunnen ze onmogelijk allemaal vernoemen, maar wie kan er nog zo voor de verrassing zorgen? We hebben in Rome ook een verrassing gezien, hè? Met Jochem Vermeer op de 1500. Dus ik denk die nummers, 800, 1500, ja, daar, daar kan het wat alle kanten op. We kunnen ze allemaal kwijt zijn in de reeksen, maar we kunnen ook finalisten hebben. Crestan, Elliot Crestan bijvoorbeeld, ja, heeft recent het uh, Belse Kort van Ivo van Damme verbeterd. Dat is zeker een medaillekandidaat, maar op die 800 meter wordt tegelijk zo hard gelopen op dit moment dat je, zegt dat je er even goed toch in de reeksen kan uitlopen. Het zijn ook andere koersen, wordt tactisch gelopen. Maar dus daar. Zou ik durven zeggen, daar zal misschien wel iemand ook een verrassing zijn. Um, maar voor mij is, uh, en dat is misschien ook wel vanuit ja, mijn liefde voor de horden, maar is ook, ook uh, Obassoei, de hordeloper, zeker iemand, een finale kandidaat en een medaillekandidaat. Maar ja, het zijn de 110 horden, we hebben Spektakel. het ook gezien. Spektakel, maar ook die dingen durven wel eens in de weg staan. <laughs> um, maar hij heeft uh, een fantastisch seizoen al gelopen, loopt constant 13, 20, 25, wat echt een toptijd is. Dus het is, het is een kwestie van tijd dat hij daaronder gaat lopen. En als hij het in Parijs allemaal voor elkaar krijgt, dan gaan, we wel, dan gaan we hem zien meedoen in de finale. En dan kan het alle kanten op. Er zijn een paar atleten die outstanding zijn, waaronder wereldkorthouder Holloway. Ja, die kan een dikke onder de 13, die gaat misschien het wereltekort verbreken. Dat is outstanding, maar daarna ligt het toch wel wat open. Dus wie weet. Okay. Heb jij je ooit al gewaagd aan zo'n horde, Floris? Ja, Ik weet het niet, ja. ja, dat ik verleden weet. Het, ja, 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 maar dat was nog niet. is dat, dat, dat was, dat was klein dat is een dus, hoog, hè bij die mannen. Ja, maar ik, ben, ja. Toen, ik, was, ik was nog niet groot genoeg om over die hoogte te gaan. Dus daar nog op kinderhoogtes. Dus dat ging nog wel. Dat zou nu ook nog wel gaan, denk ik. Ik heb het in mijn kindertijd uh, ja. meegemaakt. Ja? Echt volledig over nog zo uh, gravel, gescheurd ja. ah, ja, ja. uh, ah, ja. geschuurd. En dan s'avonds naar een fuif. Want dan heb ik wel het excuus uh, gebruikt. Of ik vond het cooler om te zeggen dat ik met de brommer was gevallen. Ja, is er, ja. Dat heb ik toen gebruikt. Okay. Maar goed, we wijken ja. af. Uh, het, ik heb wel het gevoel dat het, uh, het atletiek toernooi op de Spelen, dat het voor spektakel gaat zorgen. Als je kijkt de afgelopen maanden heel veel records al gesneuveld. Als we alleen al kijken naar de 400 horden. Uh, Femke Bol, McLaughlin, uh, Sydney. Alle wereldrecord voor McLaughlin, Bol, Europees record. Wat gaat dat geven? Ja, heel veel denk ik. en uh, Voor mij persoonlijk is Amerikaanse McLaughlin wel in het voordeel, omdat ze toch nog altijd, ja, ze is weer de korthoudster. Uh, ze, ja, ze, is, ze is toch wel de favoriete. Maar je ziet wel dat Femke Bol daar meer en meer op de hielen komt zitten. Als we zien naar nou, de progressie die ze maken, is Femke Bol veel meer progressie aan het maken dan Sydney. Zij blijft een beetje rond dezelfde tijden, wat logisch is, want ja, je zit al in die 50-65, ja, er gaat er niet nog een seconde vanaf toen natuurlijk. Want ja, als we dan kijken naar de individuele tijden van onze cheetahs bijvoorbeeld, ja, 50-65, dit jaar heeft dat denk ik Naomi is in de buurt gekomen of eronder, maar ik wil maar zeggen dat is zonder horden. Hè? Dus dat is fenomenaal en we zien daar echt een verschuiving. Ook bij de mannen is dat een soort shift geweest van, voilà, we doen daar een seconde af en uh, vanaf nu is dit. De gouden standaard, maar ik verwacht daar wel een ongelooflijk spannend duel, omdat dat toch. Het is een complex nummer: dat ritme, die timing moet goed zitten. Geen een van beiden kan zich een kleine aarzeling veroorloven. Die moeten echt wel ja, perfect een ding doen en dan, uh, dan kan het wel spannend worden. Dus dat gaat zeker een mooi finale Want bij de mannen wordt het ook een. Uh, een <tiedacht> ja. Heel straf, uh, straf strijd. Ja, met daar de drie mannen, de, be de drie beste mannen aller tijden, uh, die nu constant tegen elkaar aan het lopen zijn. Waarom die in het verleden de wereldrecordhouder die iets, die toch wel er net nog boven stond. Maar nu Ray Benjamin en Dos Santos, die eigenlijk ja, allebei al gewonnen hebben dit seizoen in de Diamond Leaks. Dus ze zijn echt met drie aan elkaar gewaagd. En wees maar zeker, het gaat de laatste horde zijn die gaat bepalen wie dat daar uh, de gouden medaille gaat winnen. Ja. We doen het al even zonder Usain Bolt in de atletiek. Um, wie, wie gaat de grote ster worden? Wel, de man die zichzelf uitroept he, tot de grote ster is Noah Lyles. Er is nu ook een Netflix-serie Sprint he, met hem toch wel als de, he, de grote ster daarin. Terecht ook wel. He. Hij loopt, he, loopt echt bijzonder sterk ook dit seizoen spreekt ook al lang van het wereldrecord, als ik hem op de 100 meter niet direct toen. Ik denk op de 200 meter zou, het wel eens, zou hij wel eens in de buurt kunnen komen, in Parijs, wie weet. Um, maar hij is toch wel de, de absolute favoriet, zowel voor de 100 meter als de 200 meter. Ik vind de sprint op zich... Uh, maar we zijn verwend, hè. Daarom dat ik dit... Ik, ik let altijd op, het is omdat we zo verwend zijn, vind ik de sprint, zowel bij de mannen als de vrouwen, iets minder dit jaar. Iets minder, ja, zo... Het zijn tegelijk veel mannen aan elkaar gewaagd, maar weinig ook ja, constante, constante tijden. Toch vaak wedstrijden waar ze toch weer richting die 10-0 gaan, erop, net onder, net boven. We hebben toch periodes gezien waar we vaker die, die 89-90 zagen. Maar um, ik verwacht toch dat die finale blijft, 100, zeker 100 meter ja, dat blijft iets waar dat stadion van 80.000 mannen gaat stilvallen. En die ontploffing, dat blijft een van de mooiste nummers, vind ik op de Spelen. Dus uh, wat dat betreft kijk ik er wel naar uit. Ja, benieuwd ook Ontbreek. welke show dat het ja. gaat geven, ook in Parijs, welke. Ja, het is altijd ja. zo met de ja. met de lichteffecten. Maar ontbreekt het niet zo bij het Atletiek op dit moment aan de echte wereld? Voor dit? Dus de, de Usain Bolts, de, de Morris Greens, de, de Marion Joneses. En, of, uh... Ja, las er wel zijn. Hè, maar ik denk dat het ook zodanig veel is. En ik denk dat de Atletiek ook wel de... de ja, zal ik het zeggen? Het is jammer dat in, in het seizoen zien we zeer weinig atletiek op televisie En, en daardoor denk ik ook, hè, het wielrennen bijvoorbeeld, ja, je kunt bijna geen fan zijn van wielrennen of niet volgen. Want ja, je doet je tv aan of je krant open en je ja. staat erin. Wat ook wat goed is. Hè, maar ja, we hebben dan sporten waar dat heel seizoen al die Diamond Leaks, ja, je kan ze bijna niet zien, bijvoorbeeld in België. Dus natuurlijk hebben mensen dan zeer weinig voeling met die sport. Het is ook veel, hè, atletiek, er al die disciplines. Want ze zijn er, de sterren. Een Noah Laars bijvoorbeeld. Ja. Het, is, het, is, het is echt een showman. Het is, het is entertainen als je, als, als je ervan houdt van die stijl. Het is er wel wat over. Hè. Veel mensen zijn het wat Grinch mm. wat hem doet. Maar ja, Richardson ook bij de vrouwen. Shelly en Fraser Price die er nu weer gaan bij zijn. Iedereen zal weer denken welke pruiken gaat ze nu weer opzetten. Dus ze zijn er wel. Maar ik denk dat Atletiek nood heeft aan, aan de verhalen in het seizoen dat mensen weten. Niet alleen maar van, ah, nu zijn ze daar, maar weten van, wat is er allemaal gepasseerd. Maar we ook zagen bij Alexander de oma, iedereen zegt van, waar komt hij Als je atletiek volgt, dan weet je zeer goed van waar die komt natuurlijk. Dus, euh, dus ja, maar inderdaad, ja, Bolt was natuurlijk zodanig, met al die <laughs> zodanig ster dat we dat niet, gaan, niet rap kunnen invullen natuurlijk. Nu weet gaan we nog wel nieuwe signature moves uh, leren ja. kennen in Parijs. Um, verwacht jij je ook nog aan, aan wereldrecords? Bijvoorbeeld Duplant is Polstok springen, Ma goed je, um, in uh, hoogspringen? Ja, God, ja het, zijn, het zijn veel kandidaten. M'Loglen hebben al gezegd, waarom? 400 horde. Ik denk inderdaad hoogspringen, springen, 2 meter en 10 meter. Maar, maar of ze dat gaan halen uh, in Parijs. Het zal ook niet nodig zijn om Olympisch kampioenen te worden. Dus dan. Ze zei dat als ze haar daar fantastisch voelt natuurlijk, dan zal ze misschien die lat opnieuw zo hoog leggen. Maar uh, ze hoeft het daar niet te doen. Hè. Ik denk dat ze, als ze daar 205, 206 springt, zal ze ook ja. Olympische kampioen op de horde, zoals ik zei, Holloway, uh, kwam al op 100ste van het wereldrecord 1280 van Aris Merritt in Brussel gelopen. Uh, dus ja, er zijn er zeker een aantal die kunnen vallen. En ook op de afstandnummers, uh, 1500 meter bijvoorbeeld. Ik heb Egon, uh, zou wel uh, opnieuw een kunnen lopen, maar ook daar zitten we natuurlijk. Ja, het wordt niet met hazen gelopen, niet met wavelights. Dus daardoor zien we soms op de afstandnummers minder die, uh, die extreem snelle tijden. Maar het kan wel. Ja, en Inge bricht ze dan uh, bij de man? Ja, maar die heeft wel, uh, hij is eigenlijk echt wel opnieuw uh, de, de favoriet. Maar ja, hij heeft al twee keer uh, van de Britten, Joss Kerr en uh, Whiteman, uh, ja, toch verslagen. Die hebben hem toch verslagen in het verleden. En hij zit in de moeilijkheid van als hij de koers heel hard maakt, echt tempo loopt, is hij de snelste, maar hij is dan natuurlijk ook een luxe haas voor wie zich daar gewoon achter zet. Ja. Maar als het een heel tactische koers is, ja, dan komt hij ook in de gevaarzone, want er zijn wel wat punchers die op het einde ook kunnen meesprinten. Dus het gaat voor hem echt kwestie zijn van de techniek of de tactiek te zoeken die voor hem naar het goud kan leiden. Maar Isan bleef toch wel de favoriet en is nog altijd heel jong ook, want dat is ook zo'n atleet. Je denkt dat hij al zou denken aan zijn palmarès te zien dat hij al 28 is, maar die is nee. nog altijd maar 2,23 geloof ik. Dus hij is zeker favoriet, maar de 1500 zal ook echt wel een, een discipline zijn om, om toch wel voor thuis te blijven. Ja, we kunnen bezig blijven, maar ik ga toch stilaan afronden. Nee. Uh, als het over atletiek gaat, toch wel sinds tot slot. Uh, in Tokio waren er twee. Hoeveel Belgische atletiekmedailles uh, worden het in Parijs? Het is moeilijk, hè? Ik was aan het denken voor mij tussen de 1 en de 7. <laughs> maar laten we. Even, ja. Laten we 3 zeggen. Voilà. De gulden middenweg. Een uh, 7, uiteraard, gaat niet. Maar op zich, ja, moest iedereen die zo ergens toch wel op een heel goede dag in de buurt kan komen, dat doen. Dan zie ik dat gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn, in de realiteit gebeurt dat nooit. Dus ik zeg 3 medailles. En die geef je dan aan Naffi? Naffi, aan. Naffie, aan uh, ja, het is dat als zo moeilijk is. Ah. Er zijn te veel kandidaten, zeker Naffi, een aflossingsploeg. En dan zo nog de verrassing. En dan uh, Obasui. Oh, oh oké, okay, <laughs> <Ja>, genoteerd. genoteerd. <laughs> um, Goud was het in Tokio voor de Red Lions. We gaan dat moment nog eens uh, één keer opnieuw beleven. Ja, ja, ja. ja, en nu, ja, ja nu is het gedaan. Ja, Nu is het echt Ja, ja. De kerpel heeft de camera gezien. Pakte hem gewoon twee keer. vanas is weer. Wat een feest! En nu gaat zelfs Van de Heuvel uit de boel. Altijd zo nuchter die Nederlander. Hij neemt over met goud na deze spelen. Ze hebben hun droom waargemaakt. Heel moeilijk te omschrijven. Dat gevoel. Wij zijn zo trots om België te mogen vertegenwoordigen. Om geschiedenis te schrijven. We hebben met deze groep al een aantal heel mooie, ja, mooie dingen meegemaakt. Maar deze is, zoals ik zeg, de heilige graal. Uh, iets waar we al jaren van dromen samen. En uh, ja, ik denk dat er een mooi feest gaat volgen. Red Lion Felix Nijer, ja. denk ik dat we hoorden over die gouden medaille. Hoe kijk jij daarop terug, Floris? Uh, ja. Ik vind, ja, een beetje een raar, want ik, ik was er ook bij op het WK twee jaar, uh, of drie jaar eerder. Um, dat ze uh, toen in een vol stadion hadden gewonnen, en dat was de eerste keer. En ja, dit, was een, dit was in Tokio was een beetje een leeg stadion. Er was echt niemand. En uiteraard, de fantastisch Olympisch kampioen in de finale tegen Australië. Maar ja, voor mij, voor mij persoonlijk dan, <laughs> heb ik betere herinneringen aan, ja, aan, dat aan het WK in Boaneswar. Uh, waar ze voor het eerst uh, wereldkampioen werden. Uh, terwijl ja, deze, die medaille in Tokio kwam op bestelling. omdat de voorsprong die ze hadden die was zoveel groter dan ten opzichte van de rest. Het was eigenlijk niet echt een verrassing dat ze goud ging, uh, hebben gewonnen. Terwijl die, ja, die eerste gouden medaille op de WK. Ja, daar is het wel voor gespeeld. <laughs> daar hebben ze echt voor <laughs> moeten spelen. Uh, ook de poolfase was niet zo goed en zo. Um, Terwijl nu ja, Tokio, als je op voorhand gezegd België wordt uh, Olympisch kampioen in het hockey, ja, er waren niet veel mensen die ja, wel gezegd, nee, dat is niet waar. Uh, okay. dus... Dus dat is nu wel, uh, uh, maar het blijft fantastisch. Want het is nog altijd de enige, enige ploeg ooit die in één cyclus wereldkampioen, Europees kampioen en uh, Olympisch kampioen is geworden. Ze dus hebben ook nog even de, de Pro League ertussen ook nog even gewonnen. Ze dus hebben alles wel even afgetikt in, in één cyclus. Alleen uh, in de cyclus die erop volgde, <laughs> het zijn er de deze, ja. hebben, ze, hebben ze nog niks gewonnen. <laughs> dus um... is dat de kaarten liggen nu wel enigszins anders? Ja, ze zijn hun voorsprong wel kwijt ten opzichte van de rest. Ze zijn vice wereldkampioen. Maar derde op het EK. Oh ja, Dat, dat hebben ze Overhoofd... vooral in de halve finale aan zichzelf te denken. Want ja. ze waren de beste ploeg op het EK. Ja. ja, maar het is wel zo. Ze staan derde nu op de wereldranking. Mag ik zeggen dat, dat goud in Parijs te hoog gegrepen is? Nee nee nee, 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 nee. Ze zijn nog wel een van de vijf favorieten die om, om, om goud te gaan, uh, te gaan pakken. Dus ze zijn nog altijd wel een van de topfavorieten. Alleen zijn ze niet meer. Zo outstanding en ze steken er niet meer bovenuit ten opzichte van de rest. Maar ze zijn nog wel een van de, van de favorieten. Het kan ook niks zijn. Hè? Dat is omdat de concurrentie ook ver verbeterd is. Het is niet dat België slechter zijn geworden. De concurrentie gewoon veel is gewoon beter geworden. Ja. Hebben, hebben de Belgen een beetje ingehaald. We weten nu ook wat de Belgen kunnen. En ja, het, het, zal, uh, het verrassingseffect bij België was, is wel een beetje weg. Iedereen weet wat België doet. Iedereen heeft zich er een beetje op ingesteld. En daarom is het ook wel belangrijk geweest dat er voorbij uh, twee jaar, dat er in die selectie ook wel eens een beetje wat, ja. uh, uh, wat nieuwe namen zijn gekomen. Volgens de bookmakers wordt het zilver. We zullen zien wat het geeft. Wat is er allemaal veranderd sinds dat goud in Tokio? Onder andere die trainerswissel. Ja, maar het is niet echt een trainerswissel. Dus ja. Michel van den Heuvel was, 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 was uh, assistent, is nu hoofdcoach. En de hoofdcoach Shane McLeod, is, McLeod altijd, is nu yeah. de assistent. Dus uh, degene die de beslissing uiteindelijk afklopt, ja, die, is, die, die, <laughs> die is veranderd. Degene die zegt: ja, nee, ik wil die er absoluut bij. Die, die... Maar dat ja, blijft hetzelfde, hetzelfde team. Enkel in de technische staf is denk ik, één wijziging geweest. Voor de rest is het ja, dezelfde, dezelfde staf. En, uh, tot en met het WK, nagenoeg dezelfde ploeg dan zijn ze daarna toch wel wat nieuwe spelers beginnen beginnen inpassen, maar ja, dus dat is dus niet zo gek veel veranderd eigenlijk bij die ploeg. alleen ja, nu een paar nieuwe namen. Die ervoor zorgen dat er wel een soort nieuwe dynamiek in die ploeg is gekomen. Ook ja, bij meer energie in die ploeg. Want het is een beetje een oude ploeg aan het worden. En ze zijn nog altijd de, de, samen met Australië exact even oud. De oudste ploeg op het toernooi. Uh, ze hebben ook de meeste ervaring van iedereen. Uh, gemiddeld hebben ze, wat is het? ik heb het hier opgeschreven, 210 caps gemiddeld. Ik weet niet of dat veel zegt. Maar normaal gezien, als je naar, met een ervaren ploeg naar de Olympische Spelen trekt. zit je tussen de 120 en 100, uh, oh. 150. Zij zitten daar nog eens bijna 100 boven. Um, ja, John, John de Man, zit aan 475 interlands. Ja, ja. Die was er ook al bij in Peking. Ja, Felix de dus. ook. Hè. die zat in de middelbare school toen. In Charlie. In Charlie. Die gaan in hun, hun vijfde spelen. Dus ja, veel ervaring. Uh, toen ze ja, nog werden weer weggeblazen door iedereen uh, in 2008. Ja, zijn zij nu ja, komen zij als een soort dit dat veld op, natuurlijk wel. Ja. Wat is de grote sterkte nog steeds van uh, de Red Lions, die strafcorner? Ja, ik vind uh, de grote sterkte is altijd wel uh, hun pres geweest. Uh, nog meer dan de strafcorner. Uh, de manier waarop zij een ploeg kunnen vastzetten en opjagen. En het geduld om. In balbezit, als ze niet in omschakeling kunnen spelen, om in balbezit gewoon rustig te blijven, ze uh, blijven zoeken naar, naar, naar kansen. Soms best saai kan zijn als een ploeg echt uh, achterin alles dicht houdt, dan kunnen de, de Belgen wel een soort handbalaanval na handbalaanval opzetten uh, en kunnen dat geduldig blijven spelen. Zo hebben ze het op de WK uh, waar ze zilver hebben gewonnen, hebben ze het zo gedaan. En ik had een beetje het gevoel: zo, oh, we zullen eens laten zien hoe je. Heel erg, heel erg uh, volwassen wereldkampioen. Het was een bijna gelukt, want ze verloren met shoot in, uh, in de finale. Maar ja, dat is het wel een me nog altijd veel meer hun, hun sterkte dan, dan de, de strafcorner. Want elke topmatie heeft een, heeft een strafcorner, misschien net niet even goed als die van Alexander Hendricks. Mm -hmm. maar tegenwoordig weet de tegenstand ook wel hoe je uh, kan verdedigen op, de, verdedig op de, de corner van Alexander Hendricks. En dat is ook gebleken in de laatste wedstrijden tegen Nederland, waarin. Nederland met twee vol uitloopt, echt strak goed verdedigd bij het, bij het uitlopen op, uh, op Hendricks en hij kreeg hem er niet in. Um, zal hij alles hebben gepusht dat hij misschien zal pushen in, uh, in een kwartfinale of een halve finale? denk ik misschien niet. Anderzijds, doordat een tegenstander met twee vol uitloopt, heb ja, je er wel kansen uh, op het andere kastel voor de andere uh, speler of op een rebound. Omdat je normaal gezien, als er één iemand uitloopt, kan je betere het doel verdedigen door, door, door in zone te gaan lopen. Als je met twee loopt... Ja, dan is, het al, dan is het al lastiger. Dus uh, ik vermoed niet dat Alexander Hendricks evenveel zal scoren als, de, als in, als in uh, Tokio. Het belang ook misschien van Vincent van Asch? Uh, Vincent van Asch ja, blijft een van de beste doelmannen van de wereld. Ik heb wel een beetje het gevoel dat hij niet graag horen, dat hij over zijn absolute top heen is. Ik uh, dacht dat allemaal <laughs> in de Maar um, hij blijft nog een uh, van de allerbeste van de wereld. Maar nu, om nu nog gewoon te zeggen, hij is met voorsprong de allerbeste. Ja, daar, daarvoor is er toch wel wat concurrentie bij, bij andere doelmannen in andere landen gekomen. Um, um, het is, ik heb niet meer het gevoel dat hij elke wedstrijd altijd onoverwinnelijk is. Uh, maar, uh, en dat geldt voor alle Red Lions, het zijn wel de koningen om op het moment dat het moet... Wel aan te staan. Voilà, om te presteren. Dus... Ja, wat dat betreft ja. denk ik dat Parijs voor hen, zei het al, hè, Tokio, ja. ook heel Olympisch kampioen worden. Maar in zo'n lege, ja, lege tribune, ik kan me wel inbeelden, zeker zo atleten die wel naar meer het einde carrière gaan. Als je dan echt zo, dat die wel nog, nog beter, die echte peak performance, wel. Nog, dat het vaak, je ziet dat vaak, hè, ja. in het seizoen wordt het moeilijker en moeilijker. Ja. Om altijd maar weer dat niveau week in, week uit te hebben. Maar zet hij op het allerbelangrijkste moment in het seizoen. En dan zie je vaak wel weer. Die klasse, hè, die, die, die echt ja. wel dat tikkeltje extra naar boven komen. Ik denk als ze dat daar kunnen doen, dan gaan we natuurlijk wel weer uh, ja, het beste team zien. Misschien dat we gezien hebben. Hè. Ja. Maar dat verwacht ik wel bij dat soort types, dat ze dat misschien wel gaan kunnen. En in het verleden hebben ze het ook iedere keer gedaan. Dus ook in de, naar, a, naar uh, aanleiding van, van Tokio hebben ze de EK gespeeld uh, in Nederland. Waar ze in de halve finale uh, verliezen van, uh, van Nederland. Ik kan me herinneren, Arthur van Doren uh, in de Mixstone tegen mij zei uh, in een interview. Dus we hadden net verloren met shootouts En ze, ja ik denk dat Nederland niet zo tevreden zal zijn na deze prestatie. Want die weten dat ze in Tokio van ons gaan verliezen. Dat is oké. Ze waren in die wedstrijd ook wel beter. Allee, je voelde in die wedstrijd België een beetje onterecht niet in die finale ging, Maar ja, het is wel gebeurd. En ja. dat je dat kunt zeggen tegen een ploeg die dan ja, twee dagen later Europees kampioen wordt. Ik denk dat die niet tevreden zullen zijn over deze prestatie. Ja. Um, en het is iedere keer geweest dat je denkt: oh, het is, ze zijn eigenlijk niet goed bezig. Of in, uh, maar die, die hele ploeg heeft rotsvast vertrouwen in het proces. Want iedere keer is het al gelukt. Uh, als het wat minder gaat en de coach zegt: nee, komt, nee, klopt. We hebben nu een zwaar trainingsprogramma, we pieken naar dat. Uh, ja, en iedere keer blijkt dat ook wel zo te zijn. Dus um, dat het in de Pro League het voorbije seizoen zeker niet, niet fantastisch was. Integendeel, ze hebben een paar keer de ondergrens uh, toch wel wat verlaagd uh, voor, hun, voor hun spel maar toch ja hebben die, hebben al die spelers heel veel vertrouwen dat het goed zal komen in Parijs en ja dat, dat want ze hebben in die pro league ook af en toe wel eens echt goeie dingen laten zien natuurlijk ook. Hè. Ze hebben India is echt eh, een keer volledig in de vernieuwing gespeeld. Uh, we blijven ongeslagen tegen Australië. Ik denk dat ze nu uh, bijna wat is het uh, zes jaar uh, omgeslagen zijn tegen Australië, wat echt absurd uh, een lange reeks is. Wat toch een van hun grote concurrenten is. Ze hebben dan op de laatste speeldag toch nog eens gewonnen van Nederland in Nederland om met dat gevoel te hebben van nou ja. Oh ja dit wordt onze grootste concurrent. Daar kunnen we toch van winnen. Dus ik vermoed dat iedereen met, met heel veel zelfvertrouwen naar Parijs trekt ook wel in de wetenschap dat het niet zo makkelijk zal zijn als in Tokio. Mag ik toch nog vragen wat de achilles seal is van uh, de Red Lions? Achilles, ja. Ja, dus, um, wat ik, ja als, als Alexander Hendricks er niet is, dan, uh, dan zal hun spel anders moeten zijn. Uh, en dan, ja, dan mis ik misschien toch nog net even de, ja, een, een echte goalgetter Iemand die met die ogen dicht gewoon geeft die bal maar in de cirkel. Wat bijvoorbeeld Nederland wel heeft met uh, Ducotel gekramp, ja die kan die bal er gewoon in duwen. Um, um, dus dat moet wel, uh, dat, dat mis ik wel. Iemand die de, in principe Tom Boon zou je dan denken, omdat die competitie meer dan 50 op doelpunten maakt, maar het niveau op internationaal niveau is natuurlijk nog wel een pak hoger. Um, ik verwacht veel goals van Thibault Stokbroeks, uh, die in Nederland de meeste, op 1 na de meeste veldgoals heeft gemaakt het seizoen. seizoen. Uh, jonge kerel, een nieuwe naam ook bij de, bij de nationale ploeg. Dus um, ja, Gilles, ja, die heeft niet echt heel veel. Hè. Maar, ik, ja, of het ja, maar kennen... ook algemeen defensief, nee. dat ze misschien niet meer zo sterk zijn als, als een paar jaar geleden. Nee, ik vind onze, onze defensie misschien nog wel ons sterkste wapen. Uh, ik bedoel, Arthur van Doren staat daarnaast Arthur de Slover. Ja, dat is een beetje een vals speel als je die twee te samen kan opstellen. Ja. Um, ik vind misschien um, als spelers de focus niet houden. Dat zou nog wel eens een probleem kunnen zijn. Daar heb ik wel een beetje de voorbij. twee jaar. Aan Gauthier Bocard, die ook naar, uh, wat is het, uh, naar zijn vierde Olympische Spelen gaat. Dan merk je, als hij niet gefocust is, dan maakt hij nonchalante fouten. Komen er veel strafcorners tegen? Wordt er wel eens gescoord? En ik, ja, dus je bent misschien de meest complete speler van, van de nationale ploeg. Maar je laat het niet altijd zien. Maar misschien was het daarom ook niet, niet slecht dat ze zo wel even hier en daar zo'n kleine wake-up call. Alleen dat ze ja. straf uitgedrukt hebben. Maar zo, ik denk, want ik had ook wel een beetje het gevoel na Tokio dat een tijdje, waar je soms ziet, dat atleten dan blijven hangen of ploegen van wij zijn olympisch kampioen. En ze bleven in dat verhaal, terwijl het volgende... Is al, is al begonnen. Hè. Ik gebruik daar zelf de, de 24-hour rule in van 24 uur later. Olympisch kampioen mag van mij wel wat langer duren. Uh, moet je eigenlijk bezig zijn met het volgende. Een, een topsporter die blijft hangen in, in wat er geweest is. Ja, verliest tijd in, in wat er komt. En ik heb wel het gevoel dat ze zo een aantal keren zo wel moeten voelen hebben en gevoeld hebben van, ja, maar we gaan wel weer op ons allerbest moeten zijn om dat opnieuw te kunnen doen. Ja, dat... En niet slordig worden of niet. Kunnen vanuit een soort sterrenstatus. Ik zeg niet dat ze dat aan toen waren, hè, maar ik denk wel dat, dat het goed geweest is dat ze af en toe zo'n een keer een kleine, ja. kleine tikstjes hebben gekregen van: hé hey, jongens, uh, ja, het gaat er echt wel op. En dat niet alleen. Ook, ik vind ook dat nieuwe spelers in die ploeg die die, die, die medailles nog niet in hun kasten hebben liggen, ja, die willen er ook een. Ja, Dat vind ik wel belangrijk. Als je dan naar een WK gaat met jongens die alles al, al eens hebben gewonnen, dan uh, ja. Ja. is dat wel anders. wel? dat het wel interessant is dat er spelers zijn die superhongerig zijn, die misschien. Uh, nog niet het niveau halen van hun voorganger. maar die wel iets anders brengen uh, op dat vlak. En dat is wel, wel, wel heel belangrijk geweest, denk ik, bij de, bij de nationale ploeg. Um, ja, uh, twee weken geleden is er nog een regel aangepast, in het hockey. Dus dat de spelers die op de reservelijst staan, dat die toch uh, zouden mogen meedoen in het toernooi. Dus op de bank, op de, op de wedstrijd, blijf je met 16. Maar je kan wel de volgende wedstrijd zonder blessures iemand anders inbrengen. Dus zoals Cedric Charlier, die normaal gezien reserve was, wel zijn vijfde Olympische Spelen. En dat is ook belangrijk, want je moet minstens één wedstrijd hebben gespeeld om een medaille te krijgen. Uh. Dus als je. Want het kan wel uh, bijvoorbeeld Alexander Hendricks, die was reserve in, uh, in Rio de Janeiro. Ja, die heeft geen zilver medaille bijvoorbeeld. Oké. Okay, uh, ja. heeft daar niet gespeeld. Ja, geen medaille. De, dus kan je wel uh, in misschien een laatste poelenwedstrijd dat het minder belangrijk is. Uh, Um, al is het in die poelen wel bela Allee, belangrijk. Om, maar het kan zijn dat je al geplaatst bent op de plaats dat je wil eindigen. Uh, dan kan je al groepswinnaar zijn. Ja, dan kun je wel uh, die drie reservespelers, die ene wedstrijd laten spelen. Want het is dan misschien belangrijk om op het einde die medaille te krijgen. Hoe zit dat eigenlijk dan bij de reservelopers, bij de, bij de relays in atletiek? Um, krijgen die een medaille? Ja, het is, het is ook veranderd. Uh, want vroeger wa wa was het alleen atleten die de finale liepen. Die, kre Allee, die kregen dan een medaille. Hmm. Nu heb je inderdaad ook de atleten die in de reeksen meegelopen hebben. Dus in de finale we... hebben hebben, want ja. we hebben ook altijd. Dus je in, met acht op het podium. Ja, er dus zijn. Uh, ja, nee, wat je mocht maar één ja. of twee wissels okay. doen. Dus pakt met zes kun je op het podium staan. Um, maar dat is inderdaad veranderd. Vroeger was dat niet. Als ja. ver, um, kreeg je dat niet tussen. Uh, die Olympische competitie dan van de Red Lines. We moeten meteen op dag één aan de bak tegen. Ierland uh, zit de... op Een opwarmingswedstrijd, Ze hebben daar nu twee keer ja. van verloren in de Pro-League. Echt een uh, ja, schandalig eigenlijk dat ze dat hebben gedaan. één keer verliest ze daar aan toe, maar de tweede wedstrijd hebben ze niets heb recht te zetten en ze verloren nog eens. Dus, dat is die wake-up call. Ja. Ja, ja, ja. ja, een beetje arrogantie. Trucjes. Ja, dus, ja. ja wel, wel wel. af en toe uh, ja, een ja. beetje arrogantie is en af en toe ook niet vreemd. Uh, maar ja, dus in principe, Ierland is, uh, is, is het minst goede land uh, om te ja. spelen. Dus ja, als je daar al niet van kan winnen en dan heb je uh, de tweede wedstrijd Wedstrijd Nieuw-Zeeland is de ideale aanloop om dan uh, tegen Australië de, de, de topper in de, in de poelenwedstrijd. Dus je kan eigenlijk met 6 op 6 naar die wedstrijd toeleveren. Als, als je dan tegen Australië, daar verliezen we dan toch nooit meer van. Voilà, het is dus dat je dat kunt het gewoon met 9 9 op nog, dus. Dus. dus je kunt 9 op 9 hebben. En, en, als je die topwedstrijd van Australië hebt gewonnen, heb je echt al een lekker gevoel. En je hebt 9 op 9, ja, dan is uh, dan, dan die Misschien al wel, uh, is bijna binnen. En dat is belangrijk. Want uh, als je geen groepswinnaar wordt, dan tref je sowieso in de kwartfinale uh, Duitsland, Groot-Brittannië of Nederland. Een van, uh, van de toplanden. Dus ja, het beste in onze poelen. We hebben de, ja, de minst sterke poelen. Wat er, wat... India zit er wel in toch, hè? In Ja, ja, in onze poelen. In Argentinië. Ja, de is, het zijn de beste twaalf landen van de wereld. Hè. Dus maar als je dan begint te kijken. Ja, je wil in, in die kwartfinale, als je dat mag kiezen, dan liefst de nummer vier uit de andere poelen. Dat dan geen topland is. Terwijl, ja, als je uh, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland, zijn drie medaillekandidaten, ja, als je die in de kwartfinale al treft, dan krijg, de, de wil je toch liefst vermijden. Dus groepswinst is in, in, in de poelen van België veel belangrijker dan in die andere poelen. In die andere ja. poelen ja, maakt het iets minder uit. Misschien gewoon niet vierde worden, maar ja. Als het geen goud is... Wordt het voor de Red Lions, wordt het dan goud voor Nederland of wie is dan de uitgesproken favoriet? Voor mij, ja, er, je hebt niet echt een uitgesproken favoriet. Je hebt uh, vijf landen: uh, België, Australië, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië zijn voor mij de, de, de grote op, uh, op Die gaan de medailles, denk ik wel. Die drie medailles zullen naar naar. Een, naar, uh, naar niet naar alle vijfde landen gaan, maar je nee, weet wat ik bedoel. Niet, ja. uh, maar um, en als ik dan. Eén iemand moet aanduiden wat ik de voorbije twee drie jaar heb gezien is vind ik Nederland wel, wel straf. Uh, wat uh, Jeroen Delmed die ooit nog bondscoach is geweest van België, um, wat die heeft neergezet met zijn ploeg. Die had uh, tot voor enkele weken nog nooit verloren van België. Ja, en die heeft, speelt ook een soort hockey dat België moeilijk ligt, um, met heel veel energie, met jonge ploeg die kan blijven lopen 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 uh, en, en veel, veel scorend vermogen. Um, dus um, ja, voor mij steekt Nederland er net een tikkeltje bovenuit. Het een, en ze hebben een, een uitstekende strafkorner op het niveau van Alexander Hendriks met die Jansen. Um, ze hebben misschien net niet zoveel. Er, het gebrek aan ervaring kennen misschien wel apart te spelen. Maar voorts is het een, een, een zeer, zeer, zeer goede ploeg. En voor mij, uh, als je één iemand moet zeggen, ja, zij zijn de favoriet, dan is het Nederland. Oké, okay, maar voor jou is het eigenlijk wel. De Red Lions moeten voor goud gaan. En voor... Ja, natuurlijk. Ja, die, ja, okay, ja. die vertrekken niet, om, niet om, uh, om. Nee, die vertrekken wel om goud te gaan winnen. Okay. En als dat niet lukt, dan is een andere medaille ook wel prima. Maar... Dan komen we bij de Red Panthers. Ja. Um, ja, Olympische Spelen, geen evidentie. Maar plots, die afgelopen jaren staan, hebben ze toch ja, naam en faam gemaakt. Zilver op het EK, zesde op het WK twee jaar geleden. Vierde op de wereldranglijst. Dat doet dromen. Uh, ja, uh, ze vertrekken uh, in, pas voor de tweede keer ooit na de Olympische Spelen. In, uh, in Londen waren ze er uh, voor het eerst en dat was een grote, grote verrassing. En uh, zijn ze uiteindelijk uh, elfde geworden. Um, maar ja, daar, daarvoor gaan ze nu niet. Ze gaan, uh, ze als je nummer vier bent van de wereld, ja, dan ga je naar de ja, Olympische he? Spelen om mee te doen voor de medailles. Als je maar waar hebt. die wederopstanding van de Red Panthers? Um, niet vergeten, in België, niet op de Olympische Spelen, was dat ze, ze hebben twee keer uh, de kwalificatie gemist. wat ons zeggen, zeker Tokio gemist. En dat was echt... Ja, ze hadden een ploeg... Om, om, om de pools zeker te, overle te overleven. Uh, op, de, op, de, op de spelen? Ja, ze hebben zich gewoon niet geplaatst. Dat was, wel, uh, dat, dat was het grote probleem uh, van de Panthers, Want die waren toen al wel op het niveau nummer 6, 7 van de wereld. Uh, ze zijn nu nog, nog iets gestegen. Um, en ja, ze zijn. De, zijn de, de op 1a jongste ploeg, wel qua leeftijd, maar qua ervaring doet niemand beter. Dus ze hebben de meeste aantal caps. Het ja. is dus, dus een jonge ploeg met heel veel ervaring. En uh, een paar speelsters die er nog bij waren in, in, in Londen toen, als, als, als Ja, die, die, die misschien qua ervaring dit ook wel anders gaan, gaan beleven. En iedereen vertrekt ook met het idee van: ja, we gaan daar om te presteren. We gaan daar niet om een selfie te nemen op de, op de openingsceremonie met, uh, met deze of atleet, wat vorige keer met veel plezier wel werd gedaan en wat ook. Op dat moment zeker klopten in het verhaal. Want nu, ja, nu gaan ze daar wel om te presteren. Uh, of ze medaille pakken of niet, ja, dat, dat zal ook wel een beetje afhangen van, uh, van de vorm van de dag soms. Maar als ze, de, als ze medaille pakken, dat zou geen verrassing zijn. Wie zijn wat, ja, mag ik het, de sterren noemen van de Red Panthers? Wie, wie, wie ziet de, er bovenuit? Ja, Dan denk ik uh, Charlotte Anglebert. Die speelt uh, in de Nederlandse competitie bij bos de beste hockeyclub ter wereld. Zij is, uh, ze heeft dit seizoen nog niet echt laten zien waarom ze, maar de voorbije jaar op de WK ook wel. op het voorbije WK wel. En de voorbije EK, zij is de, vind ik de absolute, uh, de absolute boegbeeld qua. Qua hockeyspeelster speelster uh, Charlotte Anglebert. En dan uh, andere speelsters. Uh, ik vind Michel Struik wordt niet altijd evenveel belicht uh, als de andere kapiteins. Want ze zijn met drie kapiteins. Maar ze vind ik misschien nog wel onze beste middenveldster. Mm -hmm. uh, en uh, Stephanie van den Bor, dat is de, ja, dat, die as. Dat is Stephanie van den Bor uh, centraal achterin. Het middenveld met Michel Struik. En dan voorin uh, uh, Lotte Anglebert. Ja, dat is, ik denk dat als je die drie hebt genoemd, ja, dan uh, heb je een, uh, heb je een mooie, mooi drietal. Hoe was hun voorbereiding op te spelen? Eigenlijk uh, heel goed. Um, ze hebben zich ze hebben me, met vlag en wimpel geplaatst in, uh, in Valencia zonder echte noemenswaardige problemen. Uh, de Pro League hebben ze, ze hebben hun eerste vier wedstrijden laten schieten. Toen zijn ze met de onder 21 ploeg gegaan. Daardoor zijn ze niet echt hoog, niet in de top 3 geëindigd. Als ze daar denk ik nog een paar uh, speelsters, uh, als ze daar die eerste vier wedstrijden wel met een Olympische ploeg zal ik maar zeggen hebben gespeeld, ja dan hadden ze misschien nog wel uh, in uh, tweede, tweede kunnen worden in de Pro League na Nederland. Dus uh, ja, ik vind dat ze eigenlijk een heel mooi seizoen hebben gedraaid. De, de meeste wedstrijden waarvan je verwacht dat ze zouden winnen, hebben ze gewonnen. Um, ze hebben gewonnen van Nederland. Als enige ploeg die in de voorbije twee jaar. is er één ploeg die heeft gewonnen van Nederland. Dat is België. In Nederland in een vol stadion. Het was niet, uh, het was niet uh, een, een oefenwedstrijd. waar ja. dan uh, twintig man langs een draad stond. Nee, het was, ja, het was een echte wedstrijd. En Nederland was wel echt geschrokken. want Nederland... Nederland speelde ook bijna op volle sterkte. Dus, dus één speelster die er niet bij was. Of twee speelsters. Ja, die, die waren er ook wel met een ploeg om te presteren. En die, die hebben verloren. En in de wedstrijd daarna won Nederland wel. Want ja, Nederland dacht, we moeten dit even rechtzetten. In de terugwedstrijd, we gaan dit even rechtzetten, We geven ze 5 6, 0 rond de oren. Ja, dat is ook niet gebeurd. het is dus ook maar 2-1. Dus... Ja, want voor alle duidelijkheid, ook bij de vrouwen is Nederland. Ja, Nederland is. Steken er kop in schouders bovenuit. Het is dus, uh, ja, in principe: als zij de, de finale niet spelen, dan is er iets compleet misgelopen. Uh, als ze geen goud hebben gewonnen, is er eigenlijk iets misgelopen. Wat kan gebeuren, hè. In, uh, in Rio is het gebeurd. Hebben ze verloren van Groot-Brittannië met shootouts. Terwijl ze de, de, de finale domineren, terwijl ze het toernooi domineren. En toch ja. greep ze ernaast. Je moet gewoon het gevoel geven dat je hen kan doen twijfelen. Ik, ik heb een beetje het gevoel dat de Red Panthers da, dat de voorbije jaren wel. Hebben laten zien op, de, op het WK ook in de kwartfinale. Ze hebben Nederland echt toen twijfelen, uh, ook al won Nederland net op. Ze hebben nu weer twee keer gespeeld. Um, het voorbije uh, EK was dat iets minder, omdat België het niveau niet haalde in die twee wedstrijden tegen Nederland in de poelen en in de finale. Maar ik heb nu wel het gevoel dat Nederland, uh, als ze de kloof niet kunnen maken in een wedstrijd tegen, tegen België, een cruciale wedstrijd. Dus toch een soort, ja, twee gedachten gaan beginnen denken. Moeten we nog blijven gaan voor die goals? Of toch gewoon consolideren. En dan kan het wel eens mislopen. De poelenfase van de Red Panthers. Gaan ze die? Een cruciale wedstrijd speeldag één tegen China. Als je die wint, dan denk ik, dan word je tweede of derde in de poelen. Na Nederland. Zit men Nederland in de dat is een voordeel, want die kun je daar niet treffen in de ja. klasfinale. Um, maar uh, als je die wedstrijd met China wint, dan heb je daarna de wedstrijd tegen Frankrijk, wat echt het, ja, het kneusje is. Uh, die zijn er als gastland gewoon bij. Bij de mannen is dat niet. Dat is, die zijn terecht op de lucht spelen. Maar bij de vrouwen, ja, dit is een zeer onervaren ploeg. Die spelen niet op het niveau. Uh, die spelen zelfs geen EK op, uh, op, op A-niveau. Dus ja, dat is, dat is een oefenwedstrijd waar je, ja, waar je van kan winnen. Dan speel je tegen Japan, waar je ook normaal gezien van wint. Dus je kunt ook met 9 op 9 starten. Daardoor is die wedstrijd tegen China, wat echt een lastige ploeg is, kan wel eens de, de, de verrassing zijn op, uh, in het, uh, het hockeytoernooi bij de vrouwen. Uh, maar als je die wint, dan denk ik dat je met 9 op 9 start. En dan heb je de wedstrijd tegen Nederland, waar geen druk op zit, want... Maakt niet zoveel uit. En dan speel ze op de laatste speeldag tegen Duitsland wellicht twee ploegen die tegen elkaar gaan spelen om de tweede plaats. Dus, uh, maar tweede, derde maakt niet zo heel veel uit in die poelen. Omdat uh, je moet gewoon niet vierde worden. Want anders tref je Argentinië. Wat uh, misschien na Nederland wel uh, een de, de, de grootste topnatie is. Dus als je tweede of derde wordt, is ook prima. Liefst tweede, want dan ontwijk je Nederland ook nog eens in de halve finale. Dus, <laughs> <laughs> dus daarom is het belangrijk om tweede te worden. Uh, als, dat, als je daar nog niet aan wil denken, als je denkt dat we gewoon de kwartfinale overleven, overleven, ja, dan is derde ook wel prima. Um, zal hockey ons twee medailles opleveren? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar ik denk het niet. <laughs> als ik, heel, ik denk dat het maar één zal zijn. Um, en dan, ja. Ja, en nee, kijk, vooral de Red Lions. Um, ik weet niet, ja, de, ze hebben nog niet op een mondiaal toernooi een medaille gepakt, de Red Panthers. Dus. Um, het kan de eerste keer zijn, natuurlijk. Ja, het uh, beginnen natuurlijk. Je, we mogen wel beginnen in Parijs, maar inderdaad, vaak zie je toch wel dat je zo ergens eerst toch een keer in de buurt moet komen. Ja. Om dan die sproeven. Ja, natuurlijk niet altijd, hè. Dat zeg je ook bij de Red Lions, die Real-zilverwonnen, die hadden het jaar daarvoor wel op een mondiaal toernooi al iets zilver gepakt. Ja, zal een keer komen piepen. Ja. Maar ik vind wel weer, want bij de, bij de mannen Red Lions is het zo'n heel mooi verhaal hè, van die ploeg zelf. Ja, ze mm. verkopen het ook nog altijd zeer goed, maar zo heel die evolutie. En ik vind het wel heel mooi, want hè, ik was erbij in Londen 2012. Mm. Ik ken een aantal van die speelsters en daar was dat, zeg, dat zelf ook. Hè. Daar zag je dat, dat was zo'n ploeg die daar rondliep met zo'n van die grote ogen van wauw. Beetje toeristisch. Ja. ja, gewoon zijn, mega ja. excited van ja. wauw, we zijn hier. En zag die zo overal rondwandelen naar een ploeg dat je, als je die nu tegenkomt, je voelt wel dat er een enorme shift is. Van, van meedoen naar, naar performance en naar ambitie en toch wel zo dingen... Ja, weet je, het kan niet zijn, maar wat, if, hè, wat als het toch allemaal wel lukt? Ja. We gaan toch daar uh, ja. durven in geloven en ons met die mindset wel voorbereiden. Dus de, de ambitie is er zeker wel, hè, maar inderdaad, ja. Ja, het is geen evidentie. Ja. Los van, goud, los van goud. Zie je in het toernooi toch vaker, uh, vaker verrassingen dan bij, dan bij de mannen. Waar het heel duidelijk is, dat zijn die vijf toplaties. En die zullen erom spelen. En dat is meestal wel zo. Terwijl uh, vorige keer in, in, uh, in Tokio, ja, India presteerde plots supergoed. Uh, dus ja, er gebeuren meer verrassingen. Dus, um, wie weet. Wie ja, ja en, en je hoeft het zelf in Nederland niet aan te schakelen. Hè? Als met dat voor jou doet en jij verslaat, <laughs> dat kan voilà. ook. Ja. Makkelijk. Ja. Oké. Okay. Het was een hele brok, maar ik denk dat, dat we er zijn. Een mm. uh, beetje zweten, maar niet zo hard, denk ik, als de atleten in uh, Parijs. Mm. Doen. Heel erg bedankt, Floris. Graag gedaan. Uh, dankjewel, Eline. en Vlammen in Parijs, zou ik zeggen. Hè? Ja, absoluut. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.